Een belangrijk detail, waarvan je zegt, dat is eigenlijk heel opmerkelijk dat het gebeurd is. Nou, dan komt een melding van agressieve honden. Wordt er één in zijn borst geschoten? Nou, laten we eruit gaan dat ze echt agressief waren. Waarom laat de politie die honden anderhalve straat saampjes vertrekken? Waarom gaan ze er niet achteraan? Als er een kind gelopen had van een jaar of zes en ze waren echt agressief geweest, had het kind het nooit meer na kunnen vertellen. En dan zit het hondje hier op zijn eigen portiek te wachten op zijn vrouwtje. En die zit dan maar alleen. Geen politieagent te vinden in de buurt. En dan in één keer komen ze met de hele hijsa om een pup van 7 maanden uit hun huis te trekken. Komen in de vangstok, gewoon omhoog tillen, dan ben je. Nou, dat vind ik nou echt onverantwoordelijk gedrag van de politie.